Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Rebirth spelen. En ik laat jullie een XP 80 class en een Vettel 46 class. Met toons. Denk ik. En ik ga proberen één video per 2 dagen. Ik hoop dat is goed voor jullie als je die. Dan nog meer video's willen, dan moet je het zeggen. Dan doe ik het. Zie maar. Wat is die browser? Oh, try meer. Nee, try meer is niet zo goed in de tag. Nog een browser, maar ik heb deze al dus. Ja, op zich is de M4 heel goed. Ik vind de M4 is op zich goed. Oh ja, dan met de lock en sub, ja, dus denk ik mijn favoriete class zitten. Neus. We hebben genoeg voor een loadout. Nee, waarom deed ik nou Battle Rage? Ik hoef heel mag in Battle Rage. Nu wel. Een heel squad. Hè? Wat is welke sweaty kinderen zijn dit? Jongen, hun zijn echt zo irritant. Hey, we hebben een goed teammate, zeg. Hij doet veel, heel veel. Een zo goed teammate? Nog nooit iets gezien, hoor. Dat was natuurlijk sarcastisch. Ja, Terrafan gaat even loaden, ik ook. Is het überhaupt waard om een teammate terug te kopen? Ik zou zeggen niet. Teammate, wij landen hier. Waarom word je niet? Waarom zou je dat doen? Iemand heet Zelensky. Is dat niet de koning of president? President van het land Oekraïne? Als ik zo goed heb? Ik zou dat als je dus wel doet. Ja. Zelensky. Jongen, ik haat het wanneer je niet kan rennen. Dan moet je soms kunst wisselen. Ik vind sniper leuk. Eerlijk gezegd, op zich vind ik snipers wel een van de handigste guns, maar ook weer SMG's. Eigenlijk EA's. EA's kan je van ver weg hebben en van dichtbij. Dus op zich zijn EA's de handigste guns. Alleen als het zoals de kast of is, dan vind ik dat van niet. Oh god, dat is een sweat.
Oké, ik ben gewoon slecht. Ik denk ik ga een lak mijn subclass maken. Ja, Silensky, ik vind die erg. Oh, broken. Waarom? Hoe kun je mij in één keer zien? Ah, terrifying. Wat is dat voor 5 huizen orkeers? Cool class. Een abonneer is leuk. Dat maakt me altijd blij als ik maar 1 abonneer of zo heb. Serieus. Je zou niet geloven hoe blij dat ik ben. Dit is irritant. Alleen Zelensky leeft. Oké, Zelensky leeft. Leef, please. Oké. Hij overleeft haar echt vaak. Oké. Laat jullie het klaar zien. En dan eind ik het video. Dit skippen we. Oké, eerst voor de XP AD. Eerst dat Desmond Muzzle. Heb ik de Nils Sound 90 gedaan voor de Bullet velocity, damage range en vooral recoil smoothness. Je krijgt wel aim down sight speed en aiming stability. Krijg je wel eraf, maar ja, dat wordt gefixt. En voor de ammunition heb ik de 300 overpressed plus P gedaan. Vooral in de damage en ja. Eigenlijk alleen maar voor de damage. En rear grip heb ik de broer links grip gedaan. Heb je daar flinch resistance, accuracy en handling. Een laser, ja, FSSOV laser. Dit is een van de beste lasers in dit seizoen, zou ik zeggen. Of in Warzone, in dit Warzone, Armee. Krijg je aim down sight speed, aiming stability, sprinter fire speed. Voor de tuning, voor de muzzle, heb ik gedaan aim down sight speed. Ja, want recoil smoothness, dat maakt me toch niet zoveel uit. Want het is een sniper, die springt toch altijd omhoog. En ik heb bullet velocity gedaan, zodat range. Want range kan soms belangrijk zijn. En dan voor de laser heb ik sprinter fire speed en aim down sight speed, zodat je heel goed handling krijgt. Zodat je wat sneller kan reageren. En voor aim down sight speed heb ik, ja, gewoon max. Voor de handling en ja. Ook hier sprinter fire speed. Hier heb ik damage range gedaan. Vooral. Dat is ook belangrijk. Range, damage range. En recoil steadiness. Als je het zo doet, krijg je meer range. Dus jullie mogen kiezen als je het zo wilt of zo. Ik ga het denk ik zo houden.
Dat waren al de toons voor de XP80. Nu voor de VEL 46. Eerste attach. Met muzzle heb ik de Schalldampfner. Ik weet niet wie dat zegt. 99. Krijg je sound suppression, boven velocity, damage range en vooral het belangrijkste recoil smoothness. Ja, in de side speed, in de stability en in walking speed krijg je wel eraf, maar oké, zo belangrijk, ja, dat fix ik wel met de tunes als het goed is. En voor de barrel heb ik de Tango 228 barrel gedaan. Vooral damage range, heb je accuracy en bolt velocity, maar ja. Deze barrel zul je ook kunnen gebruiken, vooral voor de recoil. Maar hier. Kijk naar de handling. Hier krijg je minder handling en hier meer. Dus. Maar ik heb dat gedaan. En voor de laser heb ik de FXF Solar Flare gedaan. Sprinter Fire Speed en Aiming Stability. En Rear Grip heb ik de Zeal Air Combat Grip gedaan. Vooral voor, alleen maar voor de Recon Control. In de barrel heb ik de Demo Clean Shot 40. Voor de Recoil Stabilization en Aiming Auto Stability. Ja, Hipfire Accuracy, dat vind ik niet zo belangrijk. Voor de tuning heb ik hier vooral voor recoil gedaan. Heb ik gezegd. Dat heb ik niet eigenlijk gezegd, maar ik heb de gun getuned vooral voor recoil. Dus hier 1.40, dus compleet omhoog voor recoil smoothness. Hier heb ik 0.45 gedaan voor bolt velocity en hier heb je een beetje van deze vier. En voor de barrel tuning heb ik hier 1 walking speed en 1 downside speed, want dat was ook belangrijk, maar de recoil, die heb ik nog wel goed getuned. En dan voor de underbarrel heb ik hier recoil stabilization compleet omhoog en hier 1 walking speed, dus compleet naar links. En voor de tuning, voor de ZLR Combat Grip, heb ik Recoil Steadiness gedaan en Aiming Idle Stability. Dit was het voor dit video en later, fijne dag nog, abonneer en like en later!